In de vorige aflevering hebben we gezien dat jullie gekozen hebben voor optie 10. Dat is de kantenjurk met de prachtige V-hals met de kanten rand en daaroverheen de organza blouse. Dus wat we gaan doen is, we beginnen natuurlijk het patroon te maken. En het patroon gaat op een soort van pitjes katoen stof twal. En een twal betekent voorbeeld. Dus zeg maar, als die twal dan klaar is, dan kun je die twal passen op een model of op de pop. Maar je begint hem te passen op de pop, daarna op een echt model. En dan zie je of hij echt vlekkeloos aansluit, of het model goed is, de shape goed is. En dan ga je pas in de stof knippen. Dus we beginnen met de pitjes katoen met de twal. Heel vaak wordt het patroon ook getekend op patroonpapier. Dat kun je bewaren of digitaliseren. In dit geval tekent Juni het patroon op de pitjeskatoen. Hij begint met de voorkant van de top. De maten waar hij rekening mee moet houden zijn de maten van het model. De standaardmaten voor een model is ongeveer 88 borst, taille 68, heup 96. Indien de jurk bedoeld is voor een buitenlandse show, dan moet ik de maten nog kleiner maken. Hij begint met de maten van de schouderen te tekenen. Daarna volg de maten natuurlijk van de borst en de taille. Dan is het tijd om de voorkant van de top van de jurk te knippen. De voorkant van de jurk is geknipt en het topgedeelte wordt gelegd op de pitjeskatoen om te beginnen met het patroon voor de achterkant van de top van de jurk. En de achterkant
wordt nu ook geknipt. Het topgedeelte is nu klaar om in elkaar gezet te worden. In de volgende aflevering zien we de voortgang van de jurk. Ik hoop dat jullie volgende keer er weer zijn. Stay at home, stay fit, stay tuned.